Laatste hand gelegd aan Nationaal Actieplan Uitbanning Kinderarbeid. Het ministerie van Arbeid organiseert een tweedaagse consultatie voor stakeholders door middel van een validation workshop om de laatste hand te leggen aan het Nationaal Actieplan Uitbanning Kinderarbeid dat nu nog in concept is. Bij deze gelegenheid benadrukt de minister Suharto Mustaja het belang van een actieplan voor de effectiviteit ter uitbanning van kinderarbeid. De minister noemt kinderarbeid een maatschappelijk kwaad dat in grote haast moet worden bestreden. Hij riep daarom de aanwezige stakeholders op om haast te zetten achter het plan. Kinderarbeid is volgens de minister geen probleem dat op zichzelf staat. Dit probleem vloeit voort uit wereldwijde armoede. Vandaar dat maatregelen in ons land volgens hem in samenhang moeten worden genomen, zodat er coherentie is binnen het overheidsbeleid tussen de verschillende ministeries. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.